Bij deze verklaar ik het Hanzehuis voor geopend. En op deze manier is ze afgetrapt met de actie Hanzehuis van de Hanze Hogeschool. Hanzehuis doen we elke 5 jaar voor de Lustrumfeest. En dan organiseren wij dit soort radio aanmaken voor alle studenten en docenten. En daarmee halen we geld binnen voor een goed doel. Deze keer zamelt het Hanzehuis geld in voor Stichting Urgente Noden. We hebben echt heel veel geld daarvoor nodig, want mensen hebben dat echt nodig voor deze moeilijke tijden. Dat ze even extra geld kunnen gebruiken voor een lekkage, noem maar wat, voor kleding voor hun kinderen. En alle mensen kunnen komen bij de Hanze Hogeschool, geld doneren via QR-code. Ze kunnen een plaatje aanvragen met een verzoekje. We hebben een kledingmarkt, we hebben een loterij, dus iedereen kan gewoon inscannen. Kom gelijk gewoon naar de Hanze toe. En feesten gewoon, gezellig, muziek erbij, we hebben eten, drinken. Je kunt er een hele dag vertoeven gewoon. Op woensdag is het Hanzehuis nog te bewonderen op het Zeneke-complex.